Hallo, ik ben Jonne van der Velde, 14 jaar en ik kom bij het CTO Amsterdam op de posities rechtshalf of 10 spelen. Ook woon ik door de week op de flat samen met de andere meiden. In het weekend ben ik thuis samen met mijn ouders en mijn broertje in Noordwijkerhout, waar ook mijn oude voetbalclub VVSB is, waar ik ongeveer 7 jaar heb gevoetbald. Ik heb 4 interlands met onder 15 gespeeld, 2 tegen Tsjechië, 1 tegen Duitsland en 1 tegen België. Ik heb voor het CTO gekozen omdat CTO de ideale manier is om aan de top te komen. Dit omdat het woning, school en voetbal goed combineert. Verder zijn de coaches, trainingen, materialen en medespeelsters van hoog niveau. Ik ga hier in Amsterdam naar school, naar het Callen Lyceum. Hier ga ik 4 VWO doen en ik heb de pakketten Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek gekozen. De belangrijkste personen in mijn leven en carrière zijn natuurlijk mijn ouders. Ze hebben me van jongs af aan gesteund in het voetbal en ze brengen me altijd naar belangrijke wedstrijden en trainingen. Mijn hobby naast voetbal is tennissen. Ik tennis vaak met mijn broertje in het weekend en ook in de vakanties gaan we vaak wandelen of fietsen. Mijn favoriete voetballer is Pirlo. Hij speelt ook op het middenveld en verder heeft hij een hele goede techniek en geeft mooie steekbasis. Ajax natuurlijk. Ik ben rechtsbenig, maar ik train natuurlijk ook veel met mijn linker om die te perfectioneren. Aanvallen omdat ik dan mooie steekbasis kan geven waar goals uit kunnen komen. Pasta. Winter, want dan gaan we op wintersport en dan kan ik snowboarden. Messi, omdat die natuurlijk een hele goede voetballer is en meer een teamspeler dan Ronaldo. Mijn grootste succes zijn mijn 4 interland met onder 15. Dit omdat ik hier natuurlijk veel van heb geleerd en ik hoop vaker in het oranje shirtje te mogen spelen. Mijn droom is om voor het Nederlandse elftal te spelen en te gaan studeren in Amerika en daar op het hoogste niveau te voetballen. Mijn doel voor dit seizoen is om voor het CTO en voor het Nederlandse elftal onder 16 zoveel mogelijk wedstrijden te mogen spelen. Ik hoop dit seizoen met mijn team kampioen te kunnen worden, zo ver mogelijk te kunnen komen in de beker, zodat we tegen Eredivisie clubs kunnen spelen en natuurlijk heel veel gezelligheid. Hey, 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 hey!